zit hier zo'n hele rare soort scheidingslijn van kleur, alsof het niet goed is uitgeblend. But I really did my best blending the fucking make-up. Het is vandaag maandag. Ik heb me net klaargemaakt. Veetje heeft wat croissantjes gehaald. Dus daar ga ik een plakje van deze op doen. Ik vind deze zo lekker. En die mag ik gewoon helemaal eten zonder dat ik er buikpijn aan overhoud. So no guilt trip for me. Ja, ik merk echt dat ik croissantjes gewoon heel goed kan verdragen in de ochtend. En ik heb de laatste tijd toch weer wat ei gegeten. En ik gooi het er toch weer allemaal uit. Dus I'm gonna just stick to my croissants. Deze zijn lekker vers. Ik ga hem dus wel heel eventjes onder de grill doen. Want deze kaas is niet zo lekker. Of niet zo. Hij is gewoon helemaal niet lekker als je hem niet smelt. Maar als je hem smelt, Ik ga zo wat content maken voor mezelf, dus gewoon voor mijn feed. Ik wil ook weer wat TikTokjes opnemen. It's been a while. Maar ik had die break ook echt wel nodig, want ja, mijn TikTok staat wel gewoon heel erg in het teken van spiritual advice. En ik zat gewoon helemaal niet goed in mijn vel door het verwerken van mijn trauma. Dus ik vond het ook een beetje krom om dan heel positive en een soort lightbulb voor iedereen te zijn op een app, terwijl ik mezelf helemaal niet goed voel. What is going on with my make-up? Ik denk dat mijn baking powder gewoon niet echt zijn werk heeft gedaan. Ik heb het dood geblend, maar het ziet er heel wittig uit. Nee, dat moet ik zelf fixen. Maar ja, ik ben volgens mij echt iets van maanden niet actief geweest, maar totaal niet met het gevoel van, oh shit, dat heb ik mooi verpest. I just really needed the time off, so. Nu ben ik wel weer ready om daar gewoon rustig aan te beginnen. No pressure verder. Ik wil vandaag ook wat bellyfoto's maken. Ik doe dat elke week. Of althans, ik heb dat een tijdje in het begin niet gedaan. Daar heb ik achteraf wel spijt van. Nogmaals, ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. Dus ik dacht eigenlijk aan helemaal niks op dat moment, behalve het verwerken van mijn trauma. Dus foto's maken van mijn buik zat er ook niet echt in. Maar nu probeer ik dat wel elke week te doen, want het is gewoon zo mooi en magisch gebeuren wat je gewoon echt niet wil vergeten. En je wilt per week de verandering zien, dus die ga ik zo even maken. En daarna rijd ik naar Amsterdam, want ik heb een afspraak in de Dieselstore. Volgens mij moet ik daar kleding uitzoeken in verband met een samenwerking. En misschien dat ik dan ook even langs Venue rij. Want dat is de store waar ik dus die lekkere chai altijd haal. Of altijd. Ik heb echt pas 4 keer of zo chai daar gehaald. Maar het is letterlijk de beste chai die ik ever in mijn leven heb gehad. Dus misschien dat ik er eentje meeneem. Een hele grote. Lekker extra hot. Kan ik er in de auto van genieten. Ja, ik denk dat ik dat wel ga doen. En dan verder thuis eigenlijk niet zoveel. Ik heb mijn vlog al klaarstaan die vandaag live gaat. Ik heb mijn post al klaarstaan die op Instagram live gaat. Dus wat dat betreft ben ik lekker voorbereid en kan ik gewoon lekker chillen. Ik merk nog steeds niks van mijn ijzerinfuus. Dat is wel een beetje jammer. Ik ben gisteren naar het bos geweest met Vee en met Moes. En dat vind ik altijd heerlijk. Het was wel heel erg koud en het begon ook te regenen. Wat jammer is, want vandaag is het super zonnig zoals je ziet. Dus als dat gisteren was, was dat extra lekker geweest. Maar ja, we waren echt een half uur aan het lopen en wij komen thuis en Moesje en ik waren allebei helemaal kapot. Vielen gelijk in slaap voor een paar uur en ja, dan merk ik toch wel dat ik gewoon nog steeds heel vermoeid ben. Dus ja, ik ga even van mijn croissantje genieten en dan gaan we aan het werk. Thank you.
Damn, dat ging echt niet smooth. I got my chai. Venu zit dus echt naast Ume Studio. De winkel waar ik mijn kleding verkoop. En ik wilde even hoi zeggen. Maar toen kwam ik erachter dat ik de parkeermeter niet aan had gezet. En dacht ik, no, I really gotta go to my car. Als ik weer een boete pak voor die ongein. Na. Diesel is geslaagd. Ik heb de kleding. Leuk outfitje gekozen met een hele leuke tas. Kan ik wel vast laten zien. Kijk nou hoe schattig. I love this. Hier zie je dan Diesel. Maar ja, dat zie je van ver niet. Want ik hou niet per se van mega grote branding. Kijk, bij dit. Ja, van veraf. Je weet gewoon dat het Gucci is. Maar het is niet dat er heel groot Gucci staat. Weet je wel. En dan heb ik dus nog een trui en een jeans. Want ik moet een sneaker promoten. Dus de outfit erbij mocht ik zelf uitzoeken. Dat is gedaan. Ik heb mijn chai. Ik heb al mijn content gemaakt. En ik dacht dus dat ik mijn vlog had klaargezet. Maar die heb ik op privé gezet. En niet op plannen. Dus nu moet ik alsnog snel naar huis racen om hem online te gooien. Want hij gaat dus pas online. Zodra ik hem online zet thuis. Trouwens, nee. Dat is helemaal niet waar wat ik zeg. Dat kan ik gewoon hier doen. Nou, dan doe ik dat nu even op mijn gemak. Met mijn chai. Dan ga ik lekker naar huis. Lekker koken. Ik heb zo'n honger. Ik wil eigenlijk een broodje halen bij bagels en beans. Maar die was dicht. Dus laten we dan maar snel naar huis gaan. Hè? Oké, als jullie benieuwd zijn welke hond echt het beste leven ever heeft. Hallo, appeltje. Een appelmoesje. En kijk, hij heeft keuze. Want hier liggen mijn oude kussens. En je ziet ook dat hij daarop heeft gelegen. Dus 's nachts dan wisselt hij altijd van dit naar dit naar dit. En als we wakker worden, dan ligt hij altijd daar. Dus daar eindigt hij alsnog. En dat trappetje stond eerst aan ons bed. Maar ons bed is gewoon vrij hoog. Dus dan moest hij alsnog wel een hele grote stap maken. En dat deed hij elke keer niet. Wij dachten altijd, Jezus, hij weet gewoon niet hoe dat trappetje werkt. Felix deed eigenlijk een keer per ongeluk dat trappetje tegen die bank aan. Toen beseften we, holy shit, dat is precies dezelfde hoogte. En hij liep er gelijk zelf op. Arm ding, dus het lukte hem gewoon niet bij het bed. En nu heeft hij gewoon zijn ultieme slaapplek. Lekkere schatje. Oh mijn god, I love you. I love you so much. Knappert. Tot vanmiddag. Ik ben onderweg naar Apeldoorn. Ik ga weer naar Nova Skin. Ik vind het zo'n schattige gedachte dat Felix daar nu is. En gewoon een Hydra facial krijgt. Dat is zo fucking cute. Hij had een afspraak om 9:15. En hij zei heel de tijd, blijf gewoon lekker liggen. Kom jij maar gewoon wanneer het jouw beurt is. Je hoeft niet met me mee. Het is veel te vroeg voor jou. Ik heb echt sowieso de beste man ever. Maar ja. Hij stond onder de douche en toen moest ik plassen. Toen dacht ik, joh, ik ga gewoon mee. Maar ik ben toch blij dat ik het niet heb gedaan, want holy shit, wat was ik misselijk. Nogmaals, echt respect hoor. Als je gewoon je normale tijden moet werken,
die je voor je zwangerschap ook moest werken als je vrouw bent. I don't know how y'all do it. Ja, dan geef je waarschijnlijk gewoon heel veel over op werk. Maar nee, ik ben blij dat ik het kan indelen hoe ik het wil indelen. Maar ik krijg dus een hydrafacial en we gaan weer dermaplaning doen. Dus al die donshaartjes weghalen. Dat is eigenlijk de behandeling die ik altijd doe. Ik heb daarna een call met Zalando om wat dingen te bespreken voor een samenwerking. En ik wil wat TikToks editen, maar voor de rest ga ik lekker op de bank liggen. Want ik heb gisteren heel hard gewerkt. En dat merk ik ook echt wel in hoe moe ik vandaag ben. Dus ik vind het wel een mooie balans dat ik een soort van om de dag dingen probeer te doen voor werk. Ik moet morgen bijvoorbeeld weer content schieten voor brands. En ik heb... Wat heb ik nog meer? Oh ja, en ik ga een pregnancy Q&A opnemen. En editen. Dus dat is best wel een drukke dag. En die dag erna heb ik een event. En dat wordt mijn eerste event sinds een hele lange tijd. Dus ik ben benieuwd hoe afgetogen ik daarna dan ben. Want nou ja, dan moet je natuurlijk socializen. My favorite thing to do. Nee, nu ben ik aan het overdrijven. Ik ben echt niet antisociaal hoor. Of zo. Soms misschien. Maar events... Kijk, als ik gewoon met Coco ben, dan heb ik het leuk. Want dan weet ik zeker dat er iemand is bij wie ik gewoon mezelf kan zijn. En ook gewoon kan zeggen, zo, ik wil naar huis. Zullen we nu naar huis gaan? En dan zie ik inderdaad Coco ook weer. Want dat is ook heel lang geleden. Maar goed, ik ben heel erg op de feiten aan het vooruitlopen nu. We gaan nu gewoon eerst naar Nova Skin. I got my croissant! Dus we gaan lekker eten in de auto weer, jongens. Ja, je bent echt heel blauw. Ik heb nog een extra serum gekregen. Ja? Doei, beestje. Ik zie je vanmiddag, ja? Ja, doei. Holy shit. Wat was dat lekker, jongens. Oh, mijn god. Ik kijk altijd zo uit naar deze behandeling. Mede omdat het ten eerste super ontspannend is. Ik val altijd in slaap. Eerst praat ik altijd gezellig met degene die mij behandelt. En dan val ik gewoon weg. Maar ook omdat het dit doet met mijn huid. Kijk even hoe radiant, hoe glowy. En ik kwam dus binnen en Felix was helaas al klaar. Maar hij had even op mij gewacht om me nog even een kus te geven voordat hij naar zijn volgende afspraak ging. En hij zag er ook super glowy uit. Wow, it looks so good. En ze zegt dat mijn haargroei op mijn gezicht minder is. Funny, want de haargroei op mijn hoofdhuid gaat wel sneller. En op de andere plek op mijn lichaam ook. Maar blijkbaar mijn gezichtshaar niet, dus dat is heel chill. En wat nieuw is, je krijgt een to-go thee na je behandeling. En deze thee heeft Eline, dat is de owner van Nova Skin, zelf gecreëerd. Het is dus haar eigen product. Ik heb er 2 meegekregen om te testen en ik heb er ook eentje zelf gekocht. Want ik was lekker indecisive en ik wilde gewoon alle smaken proberen. Alle smaken, dit zijn niet alle smaken, maar er zijn ook een paar die ik moet vermijden in verband met mijn zwangerschap. Maar kijk nou! Zo nice. Deze heet dan The Gut. Dus dat is voor je darmen. Dan heb ik er ook eentje die heet Radiant. Dus voor een mooie huid. En eentje die heet Hormones. En het is dus een holistische herbal thee. Helemaal vegan. Helemaal puur. Geen toegevoegde dingen. Vrij van theïne. Weet je wel, de cafeïne die in thee zit. In de supermarkt heb je alleen maar thee die echt bullshit is. Daarom drink ik eigenlijk altijd heet water met gember en tijm. Maar deze kan ik dus helemaal veilig drinken. En de behandeling is trouwens ook helemaal veilig als je zwanger bent. Dus die raad ik zeker aan. Dat is een hydrafacial en dermaplaning. Al moet ik zeggen, ik raad het wel aan. Maar wat ik echt aanraad is om een intake te doen. En hun te laten beoordelen wat jouw huid nou nodig heeft. Want wat voor mij werkt, werkt niet per se voor jou. Zo, ademhalen weer. What the fuck. Maar goed, dit is gewoon mijn golden combo. Because look at my fucking skin. Heel blij mee.
Bro. Kut camera. That shit is pissing me off. Sweat on the fucking god. Oké, jongens. It is... film day. Het is op dit moment 2:30. Ik wilde eigenlijk eerder beginnen. Ik weet ook niet zo goed wat er mis is gegaan. Want ik ben al sinds 8:00 wakker. Niet uit vrijwillige wil trouwens. Want gisteren gingen wij best wel laat naar bed. Omdat Felix nog aardig laat een goede film opzette. Zijn neef bleef slapen, Max. Dus het was gewoon een gezellige boel. En ook al viel ik tijdens de film 10 keer in slaap. Ik wilde gewoon niet naar bed omdat ik de film af wilde kijken. Ondanks dat ik dus alsnog veel stuk had gemist. En daar had ik in de ochtend aardig spijt van, ja. Maar ik moest vroeg op, want mijn iPhone 13 werd bezorgd. Oh my god, ik heb hem eindelijk binnen. Zeg ik misschien verkeerd, want eigenlijk was ik alweer vergeten dat ik hem had besteld. Omdat het ook wel enige tijd geleden is. Ik denk dat het 5 weken of zo heeft geduurd. Ja, zoiets. En ik was gewoon bezig met hele andere dingen, dus... toen ik gisteren een mailtje kreeg met morgen komt je bezorger langs, dacht ik, oh ja, ik heb gewoon een nieuwe iPhone besteld. What the fuck? Ja, ik had nu de 11 Pro, nu heb ik de 13 Pro. Ik dacht, het is wel weer leuk om even een upgrade te doen. Al hoorde ik niet hele goede dingen over de camera. En die hoorde ik nadat ik hem had besteld, dus nou ja, we gaan het zien. Ik ga vandaag een zwangerschap Q&A opnemen. Ik heb heel wat vragen die ik er doorheen moet ritsen. Dus ik ga zo gewoon meteen beginnen. Aangezien het ook lekker vroeg donker wordt natuurlijk. Later vandaag komt Coco langs. Gewoon om te chillen. Lekker gezellig. Max blijft ook nog een nachtje slapen. Dus drukke boel hier thuis. Ik had vandaag voor het eerst dat ik mijn make-up aan het doen was. En dacht... Hey, ik ben sinds 8:00 wakker. Ik ben nu mijn make-up aan het doen. Ik ben dingen aan het oppakken. Ik ben... nou ja, mijn kwast aan het gebruiken. En het voelt niet meer zo heavy als eerst. Want eerst was dit bijvoorbeeld al. Als ik dan een lipglossje opdeed, dacht ik. Oeh, zo, die lipgloss is zwaar ouwe. Maar ik merk dat het langzaamaan wat beter gaat. Dus dat is heel chill. Ondertussen is de baby lekker aan het groeien. Dit is mijn buik op het moment. Mijn 18 weken belly. Heel mooi is hij. Mooi rond. Looks adorable. Ik moet ook nog even wat content maken voor Pure Lei. De oorbellen die ik in heb. Een story voor Diesel. En was het nou nog meer? Volgens mij was er nog eentje. Oh ja, en een TikTok wilde ik maken, maar die heb ik net gemaakt. My comeback on the app. Ik ga voor de video wel iets comfortabelers aandoen. Ik zou denken... girl, dit is toch super comfortabel. Het is ook nog eens fluffy. Maar ik weet niet. Dingen die iets te dicht bij mijn nek zitten tegenwoordig. Dat gaat niet helemaal lekker. Daarom draag ik ook geen kettingen meer. Want met die misselijkheid is dat gewoon niet heel chill. Dus ik ga gewoon lekker een braletje aandoen. En een vest. Lekker comfy. Om jullie aan te sporen om ook gewoon heel comfortabel naar de video te kijken. Misschien had ik dan ook... gewoon minder make-up op moeten doen. Maar goed. Het zit erop. Het gaat er zeker niet meer af nu. Het fucking pijn. Want grauwe bol weer. He's like, oh Paula, do you still love me? Why don't you say anything? Oh, baby. Little, little. Oh,
Belly. Echt groot al, hè? Ja, of course. Ik voel echt strak. Oh my god, what the fuck? Bijzom. Dikke. Maar ook echt alles, als in ik ben gewoon helemaal... Heb je nog een waist? Nee, I don't have no waist. Gewoon echt niet. Wat? Kill, dit is zo laat. Ja. On my way to Amsterdam right now. Ik heb mijn allereerste event in een best wel lange tijd. Ik was uitgenodigd voor heel veel events, maar ik voelde me natuurlijk gewoon niet lekker. Of althans, ik had gewoon geen energie. Dus dit is het eerste event waar ik weer naartoe ga en dat is die van H&M. Ze hebben een nieuwe showroom geopend en ik ga een kijkje nemen. Volgens mij laten ze ook een nieuwe collectie zien, so I'm very curious. Ik ben samen met Coco natuurlijk, alleen we rijden met verschillende auto's omdat zij direct door moet. Maar jongens, I got an update y'all. Oh mijn god, ik voel me gewoon weer mezelf. En het is zo insane, die switch is zo raar. Ik weet nog dat ik 2 dagen geleden op de bank zat. Felix was aan het koken en ik wachtte op het eten. En ik moet zeggen dat ik echt wel heel veel honger had. Maar het was niet alsof mijn laatste keer eten 12 uur geleden was of zo. Maar ik was echt aan het trillen. Echt niet normaal. Mijn hand ging helemaal heen en weer. Mijn hart ging mega snel. Het voelde echt als een soort... Ik weet niet of jullie het kennen als je anxiety hebt. Maar dat je dan helemaal een soort van half opgefokt in je eigen body zit. Zo voelde het. Maar ik was niet anxious. Dus ik zag tegen V. Ah, ik voel me heel... Heel onwennig. Ik weet niet, wat de fuck is dit? Maar die dag erna voelde ik me dus al iets energieker. En nu, dus 2 dagen later, I just feel like the old me. Het is zo gek. Ik zat op een gegeven moment ook achter mijn computer te editen. En ik merkte gewoon dat ik wilde mijn lichaam bewegen. Ik zat de hele tijd soort van zo achter het scherm. Ik moest zo wennen aan die energy. En het voelde alsof ik 10 Red Bull had. Ik moet gewoon weer letterlijk wennen aan hoe het voelt om een normaal pijl aan energie te hebben. Het is echt bizar. Maar I'm so happy! Oh mijn god! Dus ook, ik heb vandaag boots aan met hakken. En eerst dacht ik, oeh, moet ik dat wel doen? Ik kan amper een trap op en dan ben ik al uitgeput. En met hakken lopen is gewoon nog net iets, weet toch, net iets meer inspanning. But I'm doing absolutely fine. Ik heb net in een parkeergarage gestaan waar ik 4 omhoog moest. En ik kwam eruit zonder buiten adem te zijn. Dus dat ijzerinfuus. Ik denk ook wel in combinatie met dat ik dus weer vlees eet. En gewoon ijzerpillen slik. Maar oh my god. Ja, hier ben ik gewoon echt mega blij mee. Dan kan ik weer lekker wandelen. Ik heb gisteren ook voor het eerst weer moesje uitgelaten in een hele lange tijd. Ja, je moet gewoon begrijpen. Mijn lichaam liet het gewoon echt niet toe eerst. En nu kan ik gewoon alles weer. I finally feel young again. Heel chill. Dus het wordt tijd dat ik lekker ga genieten van mijn zwangerschap. A.k.a. Ik kan gewoon weer lekker wandelen. Ik kan lekker leuke dingen doen. Lekker een koffietje halen wanneer ik zin heb. Of zelf naar de supermarkt. Ik voelde me zo afhankelijk van Felix. Want ik ben wel een keer naar de supermarkt gegaan in mijn toestand toen. En toen viel ik daar bijna flauw. Dus dat wilde ik gewoon niet nog een keer doen. Maar nu kan ik alles weer doen. En Felix gaat het waarschijnlijk ook heel chill vinden. Hij heeft geen 1 keer geklaagd hoor. Maar ja, het is natuurlijk ook gewoon niet heel chill om alle taken op je te moeten nemen, omdat ik het gewoon simpelweg niet kon. Afhankelijk zijn van iemand is gewoon echt niet chill, man. What the fuck? Vooral niet als je fucking 25 bent. Kijk, als ik 90 ben, mag je lekker voor me zorgen, maar nu nog even niet, oké? Okay?
I've been loaded, losing all control. Henny with the soda, I've been on a roll. Life been taking toll. I just wanna roam. I've been ready for them bad days, tryna take it slower. Party on occasion, that should ease the weight off my shoulders. Yeah, I said we only getting older. Yeah, tell me, are you coming over? I need to know, is you falling through? Tell me what the move is, girl. It's been a cool minute. Yeah, I just wanna know. Tell me what's the hold up? Wanna get to know ya, girl. I wanna show ya, yeah, that I've got all the things you need from me. I wanna hear you say you still believe. Ik ben weer lekker thuis. Er zijn heel wat pakketjes binnengekomen. Dus ik dacht, ik ga ze gewoon gelijk laten zien. Want anders dan ligt het hier weer. En dat wil ik voorkomen. Allereerst heb ik een pakketje gekregen van Kylie. Om de make-up uit te testen. Ik denk dat dit van haar 24 birthday collectie is. Want, nou ja, zij staat heel groot op het palet. En ik zie hier overal 24. Dus we hebben hier het palet. Super mooi. Hele mooie kleuren. Oh my god. Dan hebben we een lip serum. Ziet er zo uit. Een highlighter. Oeh. Very gold. Wauw. En dan is dit een lip setje met, ik geloof, 4 glossjes. En voor zover ik nu kan zien, zijn dat hele mooie kleurtjes. Dan heb ik van de Cuckoo Club echt een heel groot pakket. This is so weird. Oh my god, dat is zo leuk. Ze hebben echt helemaal mijn foto gebruikt en zo. Maar dit is zo raar. Ik heb echt al best wel lang niet meer iets van hun ontvangen. En voorheen kreeg ik best wel wat pakketjes hier en daar. En nu was ik laatst op hun website, omdat ik dacht, ik had een tijdje hele fluffy slippers van hun. Die had ik toen zo vaak op mijn socials gedeeld dat heel veel mensen die ook hadden gehaald. Maar ik had die zelf niet meer, omdat ze helemaal waren verkleurd. Ze waren nat geworden heel vaak, dus ze zagen er gewoon niet meer uit. Ik was laatst op hun website en ik dacht, misschien moet ik gewoon weer een nieuw paar kopen. And look what just came in. Maar ik heb eigenlijk sinds een half jaar al, dat als ik ook maar één keer aan iets denk, dat ik meteen een appje daarover binnenkrijg, of een mailtje, of een samenwerking, of gifting. Talking about creating your own reality. Ja, dit is. Maar kijk hoe leuk. Mijn foto staat er helemaal op. Thank you so much, Cuckoo Club. Dan heb ik van Queen Tarsie een lief teddybeertje gekregen en een kaartje voor de zwangerschap. Zo lief, dankjewel. En dan heb ik van Nude The Label ook een cadeautje gekregen voor de baby, denk ik. Want dit is van prenatal. En hier staat Vidia en Felix. Oh, zo lief. Zo lief. Dankjewel, nieuw label. Dat vind ik echt, echt heel lief. Oh mijn god. Dan een pakket van Lush. Dus de hele studio ruikt super lekker. Ik weet niet wat ik ruik, maar er zit iets in. En die geur. I want that. Volgens mij is deze box in teken van de zwarte geschiedenis in Nederland. Dus bijvoorbeeld over de slavernij. We hebben als eerste de Posh Chocolate Body Wash. En die is helemaal vies door een badbom die erin zit. Of nou ja, vies. Oh. Yo. Dit ruikt gewoon naar chocola. Kan je dit niet eten? Nee. Volgens mij is dit wat ik ruik. Of net niet. Maar dat is een badbom. Dat moet een groot boek voorstellen. Omdat dit dus in samenwerking is met het grote boek. Sweet Wild Orange Handbalsem. Dat ruikt heel lekker. Het ziet er heel dik uit. Dan hebben we Wig.
zit ook helemaal onder het poeder van de badbom. Dat is een hair trainer. Dus die houdt je haar in model. Ik gok dat dat het is. Maar vorige keer had ik dus dit allemaal omgekieperd in de gootsteen. Want dit is oplosbaar. En niet schadelijk voor het milieu. Maar toen zat er blijkbaar nog een massagebar in. Die toen half was opgelost. Oh, er zit nog iets in. Haargel. De InfraWig. Nice. Allemaal nieuwe productjes die ik nog niet ken. Thank you so much, Lush. Dan heb ik nu twee dingen die ik zelf heb gekocht. En dat zijn deze schattige boots. Die heb ik vandaag gehaald. Omdat ik boots aan had met hakken. Mijn voeten deden zoveel pijn. Alle parkeergarages in de buurt van het evenement waren vol. Dus we moesten echt een hele lange straat uitlopen. En ik kon gewoon niet teruglopen. Dus ik heb deze bij de H&M store gehaald. Bij de opening waar we vandaag bij waren. En ik vind ze echt heel schattig. Ik vind het zo jammer dat dit niet zwart is. En stiekem heb ik die van Prada op mijn wishlist. Dus misschien dat ik die voor mezelf koop voor kerst of zo. I just gotta have an excuse to buy them. Maar dan kan ik alvast oefenen met deze of ik ze ook echt veel ga dragen. Want ja, die van Prada zijn natuurlijk wel letterlijk 30 keer zo duur. Maar wel heel mooi. En daar is hij dan hoor. Kijk even hoe mooi deze zijkant is. Vierkant afgewerkt en hij is helemaal shiny. En dat vind ik dus veel mooier in vergelijking met die ik nu heb. Ja, dat is toch veel chiquer dit. Holy shit. Dan heb ik van Shop Atelier deze toevallig op dezelfde dag binnengekregen als de iPhone. Kijk nou hoe leuk. Dit is het paarse hoesje. En dit is hun allernieuwste koord. En dat zijn de kleuren van een soort fall sunset. Zo, zo leuk. Dan heb ik ook nog de oude vertrouwde met de pearl cord. So pretty. Ja, je ziet het verschil. Helemaal niet, toch? Zeg ik dat goed? Nou, hij is iets groter. De camera lensjes. En de telefoon in general. Gewoon ietsje groter. Maar het scheelt niet veel. Zie je, je ziet hem net een stukje uitsteken. Maar het scheelt echt heel weinig. Alright, ik ga deze spullen even opruimen. En ik moet eigenlijk editen, maar het was nog best een vermoeiende dag. Want dit was natuurlijk mijn eerste event weer. Heel veel socializen, heel veel nieuwe mensen weer zien. Dus ik ben eigenlijk helemaal op. Mijn batterij is echt helemaal op. Dus ik denk dat ik gewoon lekker op de bank ga liggen. Good night.